Kijk, om zo'n 4 op te buigen heb je behoorlijk wat kracht nodig. Want die 4, ja, die werkt tegen. Hè? Je hebt namelijk veerkracht. F is zeker U. Maar als je een keer zoiets hebt uitgerekt, dan kun je het gebruiken om iets weg te schieten. Want er zit namelijk energie in die uitgerekte veer. Elastiek. Veerenergie. En die kun je zo uitrekenen. E is een half keer C keer U kwadraat. Hè? C, veerconstant. Maar aarde, maan, gravitatiekracht. Is er dan ook gravitatie-energie? Het antwoord is ja, het is er. En daar gaan we het dit keer over hebben. Gravitatie-energie. Twee massa's op een bepaalde afstand, die trekken elkaar aan. Namelijk de gravitatiekracht hebben we gehad. En als ze elkaar aantrekken, betekent dat als ik ze loslaat, pop, is er energie. Ja, er komt energie uit. Oftewel, omdat er gravitatiekracht is, kun je er energie uithalen. En dat is de gravitatie-energie. Nou, gravitatie-energie, twee massa's. We kijken nog eventjes naar die twee massa's. Maar we zetten ze nu eventjes op verschillende afstanden. Wat gebeurt er als ik ze loslaat? Eventjes zo. En, nou, duidelijk, hè. Als ze op een kleinere afstand zitten, ja, dan kunnen ze minder snelheid krijgen. En betekent dus, of hè, hebben ze gewoon minder tijd voor, betekent dus minder energie. Oftewel, hoe kleiner de afstand, hoe kleiner energie, of omgekeerd natuurlijk, hoe groter de afstand, hoe groter de energie, de gravitatie-energie. Gravitatie-energie kun je berekenen en wel met deze formule. Doen we eerst eventjes langs gaan. Het lijkt een beetje op de formule voor een gravitatie-energie, maar het is net niet helemaal. Je hebt wel die twee massa's weer, m1 en m2, natuurlijk een kilogram. Je deelt door de afstand tussen beide middelpunten in meter. Het verschil met gravitatiekracht is dat je nu deelt door de afstand. En met de gravitatiekracht deel je door de afstand in het kwadraat. Ja, belangrijk verschil. Dan heb je die hoofdletter G, dat is natuurlijk weer een gravitatieconstante. Hè? Die 6,67 keer 10 tot de macht min 11, binnen tabel 7. En als je dit uitrekent, dan krijg je dan de energie, de gravitatie-energie, en dat is in joules. Het is wel apart natuurlijk dat daar een min tegen staat. Maar die moet er wel staan, want stel je voor, ja, met die afstandsregel, hè, stel je voor, je hebt twee massa's en je zit er ontzettend uit elkaar. Ja, je mag de nullen best tellen, maar het is gewoon ontzettend grote afstand. Dat betekent dus dat als je de gravitatie-energie zou uitrekenen, deel je dus door een heel groot getal. Oftewel, de gravitatie-energie zal dan praktisch nul zijn. Nu doen we die twee massa's dichter bij elkaar. Heel erg dicht bij elkaar. Ja, kijk hier. Ja, R is nou heel erg klein. Nou, delen door een ontzettend klein getal betekent dat de uitkomst heel erg groot wordt. Oftewel, de gravitatie-energie wordt heel erg groot. Maar je hebt nog wel het min tegen. Tegen dus, hij wordt misschien wel heel erg groot, maar dan negatief. Oftewel, hij wordt kleiner. En dus heb je hier inderdaad dat hoe groter de afstand, ja, dan gaat hij steeds dichter naar nul toe. Dat betekent dus dat hij dan iedere keer groter wordt. Hou ik nog wel een beetje een nagevoel over negatieve energie. Kan dat eigenlijk wel? Natuurlijk kan dat. Hè? Stel je voor, hè, je hebt een mooi gezonnetje. Zo. Hè? Ah, prachtig. Ook nog een bloemetje erbij. En je houdt daar een bal op 1 meter hoogte. Nou, die bal heeft hoogte-energie. Als zwaarte-energie kun je berekenen met E is M keer G keer H. Grasveld, hè, dat zeggen we van, god, daar is de hoogte 0. Dus, hè, en mooi grasveld, nee hè, een mol. Het vreemde van mollen is dat ze ook mollen gangen graven, gaten graven. Dat,
Nou goed, we gebruiken dat gat eventjes, want als nou die bal eventjes loslaten, dan gaat hij plop, plop, op, precies in het gat. Ja, dan gaat hij dus naar beneden toe. En als het gat bijvoorbeeld ook 1 meter diep is, ja, en ik ga dan de energie berekenen van de bal, E is m keer g keer h, dan moet ik dus voor h min 1 invullen. Dan krijg ik dus een negatieve energie. Ja? En dat komt dus ongelijk waar je de hoogte 0 neerzet. Dat is dus hier in dit geval op het grasveld. En daar is dus mijn energie 0. Nou, gravitatie-energie, ja? Wanneer is die 0? Dat is in het oneindige, namelijk als de afstand heel, heel, heel erg groot is. Nee, hebben we zo net inderdaad, voor een heel groot getal voor R, dan is gravitatie-energie ongeveer 0 joule, bijna. Ja, nou, we gaan daar even naar kijken. Kijk, we hebben de aarde in het heelal. En er is dus gravitatie-energie vanwege de aarde. Ja, als je nou heel, heel ver weg van de aarde bent, laten we zeggen oneindig ver weg, dan is dus daar de gravitatie-energie 0. We zetten een raket op de aarde en ik wil die raket nou daar oneindig ver weg hebben. Nou, eventjes starten. Zo, en huppakee, doe maar. Ik heb hem te weinig snelheid gegeven. Ik doe een beetje meer snelheid. En hop. Nee, nog niet. Ja, ik kan natuurlijk het iedere keer proberen, maar het kost me veel te veel brandstof. Dus weet je wat, ik ga het berekenen. Ja? Dus als de raket in het oneindige komt, ja, dan moet die komen. Dus op het eind zal de snelheid 0 meter per seconde wezen. Op het eind is zijn energie 0 joule geworden. Het begin van de energie, hoe groot is die? Nou, allereerst, hij heeft massa. Hij heeft een afstand ten opzichte van de aarde, het middelpunt. Oftewel, hij heeft gravitatie-energie. En ik geef snelheid, dus er is ook kinetische energie. Nu geldt altijd, en dus ook hier, de wet van behoud van energie. Oftewel, beginenergie is eindenergie. Beginenergie, dat is die gravitatie en de kinetische energie. En de eindenergie is nul. Dus dit moet gelden. Als ik nou de formules invul, gravitatie-energie, dat was die. Kinetische energie, half mv². En let op, hè, de massa's. Je ziet dat de massa van de raket in beide termen voorkomt. Oftewel, ik mag links en rechts delen door r. Nou, rechts staat 0. 0 gedeeld door r blijft 0. 0 gedeeld door mr, bedoel ik, de massa van de raket, blijft 0. Oftewel, ik streep gewoon die mr weg. En dan zie je dus dat je de snelheid kunt berekenen. Want ik weet g, ik weet de massa van de aarde, ik weet r, de straal van de aarde. Oftewel, de snelheid, als ik dit even uitreken, dat minteken verdwijnt. Want dat minteken, hè, dat gaat naar de andere kant en dan wordt min plus. Dus de snelheid is, daar staat die, de wortel van. Nou, als je dit invult, dan zie je dat er uitkomt 11,2 km per seconde. Oftewel, als ik de raket een snelheid geef van 11,2 km per seconde, dan moet het lukken. Nou, even kijken hoor, 11,2 km per seconde en kijken en ja, gelukkig, hij heeft hem bereikt. Precies zoals we voorspeld hadden. Die snelheid 11,2 km per seconde, dat noemen we de ontsnappingssnelheid. Ja, ontsnappingssnelheid is 11,2 km per seconde om te ontsnappen van de aarde. Maar je snapt natuurlijk wel, het is afhankelijk van de massa van het hemellichaam. Oftewel, verschillende hemellichamen hebben verschillende ontsnappingssnelheden. Ja, je ziet hier inderdaad de maan kleiner, dus kleinere ontsnappingssnelheid. Maar Jupiter en vooral de zon, ja, die zijn behoorlijk grote objecten, grote massa. En heb je dus ook meer snelheid nodig om te kunnen ontsnappen. En wat is dit hier? Wat voor object is dit? Ah, kijk, dit is een zwart gat. En een zwart gat heeft een dusdanig grote massa dat er niets kan ontsnappen. Want ontsnappingssnelheid is groter dan de lichtsnelheid. Oftewel, er ontsnapt niets, zelfs geen licht. En dan is het dus echt het einde. En dat is het ook van deze presentatie. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot een volgende keer.